Thank you so much for your support this year. Om te vieren dat hij de nieuwe nummer 1 is, staat Martin Garrix te draaien op een bijzondere plek. Let's have an amazing evening together. Op de top van een wolkenkrabber in de Verenigde Staten. De 26-jarige Martijn Garritsen, zoals de DJ eigenlijk heet, is door een Brits tijdschrift weer uitgeroepen tot populairste DJ van de wereld. In 2016, 2017 en 2018 stond hij ook al op nummer 1. Maar de laatste jaren waren andere DJ's net iets populairder. Vorig jaar stond de Franse DJ David Guetta namelijk op 1. Dit jaar staat hij op de tweede plek. Op nummer 3 staat dit jaar het Belgische duo Dimitri Vegas en Like Mike. De DJ's worden gekozen door de fans zelf. Wereldwijd kon er gestemd worden. En dat hebben veel mensen gedaan. Volgens het tijdschrift hebben ruim 1,3 miljoen mensen hun stem uitgebracht. Zoals ieder jaar doen Nederlandse DJ's het goed in het lijstje. Want de top 10 staat vol met andere Nederlanders. Are you ready for some new music, Ultra? DJ Armin van Buuren staat op plek 5. Op nummer 6 staat Afrojack. Don Diablo op nummer 9. En DJ Oliver Heldens staat op nummer 10. Ja, allemaal mannen, zoals je misschien wel is opgevallen. De eerste vrouwelijke DJ op de lijst staat op plek 14. De Belgische DJ Charlotte de Witte.